Oké, dan ligt er ook een plan voor een uitgestelde jaarwisseling. Ja, hoe zou het zijn om in de zomer oud en nieuw te vieren? Ja, het is een vraag waar je... Nou, ik krijg hier al iemand hoofdpijn van, geloof ik. Maar het is een vraag waar je normaal gesproken natuurlijk helemaal niet over nadenkt. Maar de koepel van vakvereniging VCP, waar onder meer ook politiebond ACP in zit, die komt nu met het voorstel om ergens in de zomer een uitgestelde oud en nieuw te gaan vieren. Compleet met vuurwerk en al. Dat we begin januari met het vaccineren beginnen. En dat we dan halverwege het jaar een heel eind zijn om corona achter ons te laten. En op dat moment gewoon met onze geliefden een mooi feest zouden kunnen vieren als oud en nieuw. Maar dan uitgesteld naar zeg maar halverwege het jaar 30 juni, 1 juli. Dat zou inclusief vuurwerk kunnen betekenen. Maar wel dat er grote vuurwerkshows zijn die door de overheid worden geregeld. Dus wat mij betreft heel makkelijk. Het kan of het kan niet. Maar op dit moment, ik heb alleen het gevoel dat we met z'n alleen maar het duisternis zien. Het zijn sowieso al de donkere dagen rond de kerst. We hebben nu weer de mutatie van het virus. Op een gegeven moment moet je een stip op de horizon zetten. En we gaan kijken met z'n allen of we die stip halen. Ja, een stip op de horizon heb ik zelf ook wel erg behoefte aan. Ja. Is over 6 maanden zou dat denkbaar kunnen zijn? Dat dat soort dingen weer georganiseerd kunnen worden? Ik denk dat, kijk, het hangt natuurlijk helemaal af van het vaccinatiebeleid ook. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe. We moeten eerst dat hele zware stuk door nu, waar er nog geen vaccin is voor de hele grote groepen. Dus ik denk nou, tegen de zomer, ja, dan is er wellicht licht aan het eind van de tunnel. Hè. Vind ik toch iets positiefs. Ja, toch. Tegen de zomer toch weer uitgesteld uit de nieuwe festivals. Nou. Oh. Voor vuurwerkfeest. Ja. Nou, goed idee.